hypotheekportier spreekt vaak boekdelen. Vrouwen horen in hun macho-cultuur niet thuis, tenzij als trofee. Maar één vrouw heeft binnen dat wereldje zo'n respect weten af te dwingen dat ze nu al tot de top van de Antwerpse portierswereld behoort. Maar die reputatie krijg je niet cadeau. Antwerpen heeft een bruisend nachtleven, dat weet iedereen. Wie ook maar een beetje thuis is in de trendy Antwerpse discotheken, kent Nathalie. Ze is jong, ze is vrijgezel en ze is de enige vrouwelijke portier in België. Ik ben Nathalie, ik ben bijna 30 jaar, ik ben al 7 jaar portier. Ik heb vroeger heel veel gewichtsport gedaan, doe nu alleen nog bodybuilding. En dat is eigenlijk heel gemakkelijk dan vriend dat wereldje te rollen. Nathalie kent heel veel mensen en nog meer mensen kennen haar. Want als vrouwelijke portier val je op. Nathalie viel overigens al op toen ze nog een klein meisje was. Als kind heb ik eigenlijk nooit mee een pop. Ik denk zelfs dat ik ooit een pop heb gehad. Dat heb ik nooit niet gehad. Ik speelde liever met de lege blokjes en met de auto's en zo'n ding is allemaal. Geen poppen voor mij. Nu nog niet. Nee. Fester, de Franse bulldog en de Rottweiler Actie zijn de twee lievelingen van Nathalie. Het zijn de enige wezens die ze echt vertrouwt en waarmee ze naar hartelust kan stoeien en zich uitleven. Oh, zo is een prokje. Ze zijn altijd een kwaad jongen geweest, dat wel. Altijd met jongens opgetrokken, weer de gevochten, daar stond ik ook op de eerste plaats. Allee, al hetgeen dat eigenlijk met jongens te maken had, ja, gingen we vechten onderling wie dat de sterkste eigenlijk was. En ik weet nog dat wij dat ze stokjes moesten trekken. En wie dat kortste stokje had, die moest tegen mij vechten. En die begon al te blaten op verhand, want die had dat kortste stokje. Dus daar had nooit iets aan terechtgekomen. Ik ben altijd heel sterk geweest, eigenlijk. Toen was ik helemaal nog niet aan het trainen, ook niet eigenlijk. Ik heb eigenlijk altijd heel veel kracht gehad. Misschien moeder natuur toch wel iets van meegekregen. Soms wist Nathalie met haar kracht geen blijf. Daarom hield ze van harde training. Ook voor haar beroep zocht ze een uitdaging. Ze werd portier. Dat was een discotheek waar ik dan eigenlijk regelmatig uitging. Is een hoofdportier komen vragen om mij of ik dat niet wel zag zitten. Ik heb daar niet over nagedacht, ik heb gewoon direct ja gezegd. En als er dan reuzie was binnen, dat gebeurt dat nog wel eens. Ik heb dus nooit geen schrik gehad. Hè. Vandaag niet, morgen niet. Ik denk niet dat ik dat nooit niet zal hebben, ook niet. En ik heb mij in het begin wel heel hard moeten bewijzen. Vooral ook tegenover gasten, want die denken van een vrouw, zeg, die gaan we eens even hemmen. Dat is dan heel spijtig natuurlijk voor hun, want dan heb ik dan even wel moeten duidelijk maken dat dat bij mij niet pakt, zoiets. En nu moet ik zeggen, de laatste jaren, dat gaat altijd rond ook. Hè. De wereld is klein, dus dat past ook voor de die. Allee, ze breiden ook wel altijd aan verhalen. Van hier tot in Tokio, want ik heb zogezegd een bijl op mijn gezicht gekregen. En dat is van een accident, zo, dus niet alles geloven dat de mensen zullen. Fester en Actie zijn op dit ogenblik de levensgezellen van Nathalie. Ze heeft geen relatie, haar job slordt haar helemaal op. En daarin wil ze de beste zijn. Ik heb altijd graag iets gedaan dat een ander niet gemakkelijk doet. Ik heb gewoon zin om dat te doen, dus dan doe ik dat. Heb ik geen zin om dat te doen, dan doe ik dat niet. Ik zal er waarschijnlijk per ongeluk dingen uitpikken die dat dus heel weinig vrouwen doen. Nathalie doet aan powertraining en thaiboksen. Ze werkt alle dagen aan haar conditie en aan de ontwikkeling van haar spieren. Ik vind dat dat bij mijn lichaam wel bij mij past. Ik vind een gespierd lichaam heel mooi, zowel bij mannen als bij vrouwen. Het hoort eigenlijk ook allemaal wel een beetje bij hem. Dus dat en dat trainen en dat porteren. En ik heb nog ergens een portier zien staan die dat 60 kilo weegt. Hè. Een meter 60 of zo. Dus zoiets, dat zitten ze niet onder de deur. Ik vind dat mijn schouders goed ontwikkeld zijn, mijn benen zijn goed ontwikkeld. Mijn biceps is mijn zwakke punt. Ik vind niet echt mijn triceps, dat zijn mijn triceps, die zijn wel redelijk gespierd. Ook mijn rug, redelijk. Mijn borst train ik zo weinig mogelijk. Ik heb er al bijna geen, dus als ik die nog eens ga trainen, zijn ze helemaal verdwenen. Dus dat train ik zo weinig mogelijk, dan heb ik toch nog iets. Haar collega's keken in het begin vreemd op toen Nathalie aan de ingang van de discotheek ging staan. Maar dat duurde niet lang. In het begin denk je dat wel. Een vrouw als portier, wat is dat? Hè? Dat denk je toch, hoe kan zij nu een man buiten zitten? Van 100 kilo of zo. Of van 80 kilo gewoon. Dat is toch heel moeilijk voor haar, maar ze kennen het toch. Hè? Ik heb regelmatig meer problemen met twee vrouwen buiten te zitten. En dat al iets moeten doen. Twee vechtende
van die kutwaven zo, die dat dan in elkaar hangen. Die moeten met drie portiers moeten die buiten zetten, hè. Dat meen ik, hè. Met drie, hè. Vrouwen zijn die blijven gewoon in één hangen. Die krijgen gewoon niet los. Dan twee gasten of zo, die zijn er een paar en ze bang. Je gaat ertussen, je trekt ook eens af en je pakt die in de greep met de buiten. Die zijn buiten, probleem opgelost en je trekt die door. Die vrouwen niet, hè. Nathalie woont alleen op een flat. Ze heeft 5 jaar lang een vaste relatie gehad, maar toen die op de klippen liep, wilde ze een tijdje ongebonden zijn. Haar werk is nu haar leven en daarbuiten heeft ze alleen haar honden. In de buurt is ze een bekende figuur. Met haar seksuele voorkeur loopt ze niet te koop, maar ze had het ook niet verborgen. Ik weet van rond mijn 16 dat ik lesbisch ben. Allee, ik had zo wel een gevoel, maar ik wist nog niet goed waaraan en waaraf. Ik heb daar nooit geen problemen mee gehad. Ik heb daar nooit geen problemen over gemaakt. Mijn naaste omgeving, alle mensen die ik ken, weten dat van mij. En ik denk als je daar zelf heel weinig problemen mee hebt, dat naar de buitenwereld toe ook mensen ook heel weinig problemen mee hebben. Ik heb me ook nooit niet aangetrokken als er iemand een probleem van maakt, want dat is hun probleem, dat is mijn probleem niet. Maar nooit niet van wakker gelegen eigenlijk. Op een moment dat anderen zich klaarmaken om uit te gaan, begeeft Nathalie zich naar haar werk. Ze was portier in een aantal bekende discotheken en nu werkt ze in de grootste discotheek van Antwerpen. Ze is er volwaardig lid van het security team dat uit 19 mannen bestaat en 1 vrouw. Een gevaarlijke job, maar voor Nathalie is er geen vuiltje aan de lucht. Ik ben gewoon zelfzeker en dat is iets dat ik waarschijnlijk van moeder natuur heb meegekregen. Ik ben heel sterk en heb ik ook van moeder natuur meegekregen. Ik heb een heel sterk karakter ook. Dus mij kunnen ze niet gemakkelijk van slag brengen. En dat kan ik perfect wel goed gebruiken in de job dat ik doe. In het moderne uitgaansleven spelen security teams een grote rol in de strijd tegen drugs en criminaliteit. Portiers staan hoog in aanzien in het nachtleven. Er zijn heel veel vrouwen die vallen op porteurs. De een is voor de macho, de ander weet ik veel voor wat. Ik heb dat ook wel. Zelfs van hetero vrouwen zelfs. Maar dat interesseert me ook niet. Dat interesseert me echt niet. We weten nog vorige zomer, die een die raken helemaal uitkleden. Ah, Nathalieke. Weet je nog dat die er helemaal... Dat... Ja. Amai. Komt er hier op de morgen tegen aan en die heb ik dus nog nooit van heel je leven niet gezien. Hè. Ik kom binnen aan Nathalieken en op hem heb ik gewacht en bla 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 bla. En die had zoiets een iets zwart aan met gaten. Ik weet dat nog heel goed. Die had zoiets zwart aan met gaten, doorschijnend. En boven ook alles doorschijnend. En die kleden er eigenlijk dus hier gewoon uit. Hè. Ik heb me speciaal geschoren voor u en dan wou dat dat maar eens zien. Hè. Dan trok die gewoon haar broek af en zo, die onderbroek af. Ja, we stonden hier, we gingen natuurlijk verderop in. Alleen verderop in die zin van... Dan denk je mijn eigen van, waar zijn we dan mee bezig? Hè? Ze weten, dat is dus effectief, dat is dus één keer gebeurd. Een vrouw als portier, dat had men hier nog niet gezien. Maar Nathalie slaat geen acht op overdreven belangstelling of ongepaste opmerkingen. Ik heb soms wel mensen die nog wel eens zien en nog eens zien van... Oh, dat is een vrouw dat hier staat. Oh, dat zie je soms wel maken. Dan doe ik wel al zo dat ik dat niet zie. Je ziet dat soms wel aan de reactie van de mensen, ze zeggen dat niks. Of je hoort dat dan wel een tik tegen die van der Veur, van zeg, dat is een vrouw dat er staat. Dat is soms wel. Overlast zit er toch nog wel eens iemand meneer tegen mij. Dat vond ik ook wel... Vorige week zit er nog iemand van die jongen met dat paardenstaartje. Was dat met jou? De jongen met dat paardenstaartje, dat vond ik wel... Dat trek ik mijn eigen niet aan. Dat trek ik mijn eigen... Wat vind je daarvan? Dat ze weet zeggen, dat trek ik mijn eigen ook niet aan. Dat is... Maar dat trek ik mij weinig aan. Want voor Nathalie telt alleen haar job. En daarin kan ze zonder probleem haar mannetje staan. Dan is ook de gewoonte dat men dus met mannen bezig is. Je kan haar ook niet gaan behandelen gelijk als een vrouw of een meisje eigenlijk. Omdat zij portier is. En ze is ook portier. Dus automatisch wordt ze eigenlijk... Ja, grover behandeld of gewoon in de mannenwereld opgenomen. En tot op heden is dat goed gelukt. We hebben daar geen enkele problemen mee. Ik zie hier moeilijk meisjes dus dat nu pedicure gestudeerd hebben of weet ik veel dat die gaan portier spelen. Dat is iets dat je meekrijgt van bij de geboorte. Hè.
Ik denk dat zij op sommige momenten liever een man zou geweest zijn dan een vrouw. Dus, Ik ben wel blij dat ik een vrouw ben. Allee, vrouw. Ik ben wel een gespierde vrouw, maar ik ben toch blij dat ik een vrouw ben. Ik heb soms wel schoon vrouwen, dus... Afspraak ieder weekend in de discotheek Zillion.